We zijn te gast in Daarle bij het huiskamerrestaurant De Garage. Hoe kom je bij een huiskamerrestaurant? Ja, het is ooit begonnen met een borrelplantje bij de buren. En nu zitten we hier. Een beetje uit de hand gelopen, ja. Maar een huiskamerrestaurant, Janneke, was er dat nog niet hier in Daarle? Nou, volgens mij in de wijde omgeving niet. Een huiskamerrestaurant is best wel uniek. Er zijn er niet zo heel veel van in de buurt. Dus dat is toch echt wel even iets anders. En voor Daarle denk ik ook wel heel erg leuk. Ja, het is toch een klein dorp. En de voorzieningen zijn wel minder en minder geworden door de jaren heen. Wat heb je te bieden met jullie huiskamerrestaurant? Ja, heel veel eigenlijk. De mensen kunnen in principe zelf bepalen wat ze willen. Ik heb geen vaste menukaart. Ik doe het nu eigenlijk al zo dat ik tegen de mensen zeg van nou, zeg maar, wat willen jullie betalen? Dan kan ik daar wat mee, dan kom ik met ideeën. Mensen komen af en toe ook langs om hier om te praten erover. Of soms wel telefonisch natuurlijk. En dan komen we gewoon tot een bepaald plan. En ja, dus de mensen bepalen het eigenlijk helemaal zelf. Ja. Met één beperking, het is wel Italiaans toch, of niet? Nee, dat is geen beperking. Want zoals een paar weken terug had ik hier een groepje. En die mensen hadden zoiets van, ja, we willen wel heel graag bij je eten. Want het vindt hartstikke leuk. Waar ook mensen uit Daarle, ik vond het heel interessant. Maar die mensen waren al wat op leeftijd. En die hadden zoiets van, nou ja, we weten niet Italiaans. Nou, ik zei, weet je, dat is helemaal geen probleem. Ik kan ook gewoon lekker Hollands gaan koken. Stoofvlees, aardappels, groenten, sausje erbij, zuurtje erbij. Mensen vonden het helemaal fantastisch. Een uitgebreid assortiment in ieder geval. En Janneke, wat is jouw taak in het geheel? Nou, in ieder geval niet koken. Want dat doet Martijn. Dat is niet mijn sterkste kant. Wat ik wel doe is de desserts maken. Dat vind ik ook heel erg leuk om te doen. Ik help met drinken schenken bijvoorbeeld. En ik ben de wijnkenner hier. Dus als mensen een lekker glaasje wijn erbij willen hebben, dan kan ik ze een aanbevelen. Een mooie aanvulling met elkaar, dus een fantastisch concept. Wat wil je graag bereiken uiteindelijk? Wil je klein blijven of wil je ook nog een beetje groeien wel? Ik denk dat ik eigenlijk wel klein wil blijven. Ik vind het, ik heb wel een aantal ideeën nog. Bijvoorbeeld in de toekomst misschien een foodtruck erbij of een festivaltje of op een markt of weet ik veel wat. Maar voor de rest, ik vind het eerst al prima zo. Ja. Ja. Een vraag, hè? Wat moet mensen triggeren om naar jullie toe te gaan, Janneke? Wat zeg je dan? Wat mensen moet triggeren om naar ons toe te gaan? Nou, je hebt wel een hele intieme setting. Je hebt gewoon een restaurant helemaal voor jezelf. En je kunt zelf je menu samenstellen. Dat is eigenlijk heel erg persoonlijk. Dus het is heel erg ideaal voor familiefeesten. Of mensen die iets te vieren hebben met een groep. Dus dat is wel een hele andere ervaring dan wanneer je in een druk restaurant zit. Daarin onderscheiden jullie je. Tot slot, jij zegt een verzoenlijke prijs. Vind je de prijzen tegenwoordig in de horeca te hoog? Over het algemeen wel, ja. Als je het vergelijkt met een paar jaar terug. En ik begrijp wel dat bepaalde kosten natuurlijk wel hoger zijn geworden. Maar het is toch wel behoorlijk aan de prijs, af en toe, ja. Voor fatsoenlijke prijzen gaan jullie heerlijke wijnen erbij. Uitstekende kok. Heel veel succes samen. Dankjewel.